denk dat we hier een heel leuk voorbeeld hebben. Hier is een pannenveldje neergezet met buurtbewoners, met sponsoren en de gemeente Teylingen. Afgelopen zomer hadden we met jonge lui hier te maken die wilden voetballen. En er was eigenlijk geen plek. Bewoners hadden last van het voetballen. We hebben er samen met de gemeente, Bart Konijnenburg, overleg gehad. En die zei van, joh, als jij wat mensen bij elkaar krijgt en wat sponsoren bij elkaar krijgt, dan legt de gemeente daar ook wel wat extra bij. En dan moet dat lukken. En dat hebben we uitgewerkt. We hebben een aandacht wat sponsoren bereid gevonden om een bijdrage te doen. We hebben met Burendag de buurtbewoners bereid gevonden om hier achter liggen kruidentuintjes. Die zijn allemaal ingericht en worden nu onderhouden door de buurtbewoners. Burendag heeft dus wat gesponsord. De gemeente heeft gesponsord. De buren hebben activiteiten ondernomen. Het resultaat is dat we hier een heel leuk pannenveldje hebben. Waar de jonge lui nu zomers, als het mooi weer is, want ja, vandaag is het niet zo mooi weer, lekker kunnen ballen.